We hebben aan de keukentafel, want dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk. Laten we in ieder geval beginnen met de staatssecretaris van Sociale Zaken. Welkom, mevrouw Kleinsma. U krijgt natuurlijk ook een warm applaus. Fijn dat u er bent. Nou, ja. Toch een beetje nieuw aan de keukentafel. Job Cohen, voorzitter Cederis. Ook applaus. Ja. Nou ja, en vanochtend al aangekondigd inderdaad dat hij dus aan tafel zal schuiven. René Paas, voorzitter van Divosa. Mag ook altijd nog een applaus voor krijgen, want het is... Ja. En we gaan zonder klikkertjes werken en dat soort dingen. Dus we hebben een heel goed gesprek. Dat gaat heel goed komen. Toch even, Job Cohen, toch even. Want nieuw gezicht, sinds augustus, hè? Ja. Voorzitter, ja. Waarom ben je dat genoemd? In de eerste plaats omdat het aan me gevraagd is en wat natuurlijk belangrijker is, omdat het mij, ik vind het een prachtige sector die ik in de afgelopen jaren wel heb leren kennen. En dat is één argument. En het tweede is dat er heel veel staten gebeuren. En nou, dat leek mij machtig interessant. Ja, en slim natuurlijk ook, want er staat ontzettend veel te gebeuren precies op het vlak gemeente, rijk. Precies de gebieden waar u als geen ander ingevoerd bent, dus... Dat zijn uw woorden, daar maar slim, met daar is slim over nagedacht, ja, precies. Mevrouw Kleinsma, ik had net een hele bijzondere sessie. Ik heb zelf ook net een sessie geleid. En dat ging over, het heette eigenlijk een seminar werkbedrijf. Ja. En dat ging over, hoe gaat dat werkbedrijf eruit zien en alles. En er is natuurlijk de werkkamer. We hebben vanochtend de voorzitter even gehad. Vanavond schijnt er weer een gesprek te zijn. Ja. En ik ging inviteren, wat wilt u nou weten over het werkbedrijf? En eigenlijk de één vraag was, wat weet u überhaupt wel over dat werkbedrijf? Er is nog, dus al deze mensen werken in de uitvoering en ze zijn nog echt puzzeld. Ze weten het nog niet. Is dat erg? Nou, oh ja, ik heb zelf zo'n ding. Hè? Ja, u zit er, u ja, bent, u bent ik, al verstaanbaar. Ik zit te wachten. Nee, klopt, ja, nee, ik hou deze vast. Nou kijk, wat er is afgesproken bij de totstandkoming van het Sociaal Akkoord, is dat we natuurlijk met z'n allen regionaal gaan werken in de arbeidsmarktregio's. En dat de werkkamer na gaat denken over hoe gaat dat werkbedrijf nou zo meteen aan de slag. En ik snap dus heel goed dat de mensen die hier in de zaal zitten wel weten dat dat fenomeen werkbedrijf komt, hè, vanaf 1 januari 2015. Maar dat men de ins en outs nog niet volledig kan kennen, omdat... De participatiewet natuurlijk nog niet bij de Tweede Kamer ligt, dus is nog niet openbaar. En omdat de werkkamer nu in actie is om het werkbedrijf goed handen en voeten te geven. Maar wat in ieder geval zo helder als glas is, is dat bij dat werkbedrijf werkgevers en werknemers aanhaken. Dat gemeenten op de bok zitten. En dat de werkgevers daar ook als het ware hun werkgevers servicepunt zullen hebben. Ja. Dus regionaal zal dat werkbedrijf ongelooflijk wezenlijk zijn om mensen te makelen als het ware naar die werkgevers toe. Want, hebben de werkgevers gezegd, kijk, wij willen wel 100.000 plekken fourneren en de overheid 25.000. Dus in totaal 125.000 voor mensen die niet zelfstandig een minimumloon kunnen verdienen. Mm-hmm. Maar dan moeten we natuurlijk ook wel zeker weten dat als we zo iemand aan boord nemen, dat hij dan ook bij die 125.000 mensen echt hoort. Ja. En daar moet je dus een infrastructuur voor hebben. Ja, en ook nog een duidelijke keuze te maken. Want dat is een deel van de spanning, begreep ik ook. Hè? Dat je zegt, wie zit nou bij die 125.000 en wie niet? Ja. Terwijl een deel van de mensen die niet bij die 125.000 zit, misschien best wel hulp nodig heeft. Zo is het. Ja, en dat is een belangrijk twistpunt nog. Nou, twistpunt. Kijk, ik zal zo meteen, als de participatiewet openbaar wordt, daar natuurlijk helderheid over kunnen verschaffen. Maar één ding is zeker, dat... als je niet zelfstandig je minimumloon kunt verdienen, nou, dan kun je beroep doen op die plekken. En er zijn natuurlijk ook altijd mensen die ongelooflijk veel extra hulp nodig hebben. Daar blijft beschut werk voor. Hè, dat zijn ook nog eens 30.000 plekken. En dan zijn er natuurlijk ook altijd mensen die wel zelfstandig hun minimumloon kunnen verdienen, maar ook een beetje hulp nodig hebben. Ik bedoel, ja, ik zeg altijd maar over mezelf, ik kan wel mijn minimumloon verdienen, maar als ik geen rollator heb, wordt het niks. Dus... nou, een rollator kun je zelf kopen, maar soms heb je ook dingen nodig die je niet helemaal zelf kan doen. Ja, dan is de gemeente weer aan de beurt om daar ook bij te helpen. Want de gemeente wil natuurlijk heel graag dat mensen uit de uitkering aan het werk komen. Ja, toch ook even die participatiewet. U zegt, hè, die moet eigenlijk 9 dagen nog, geloof ik, moet die er zijn?
Nou. Kijk, ik heb geleerd in de politiek dat je nooit echt moet zeggen wanneer iets komt. Maar ik heb de Tweede Kamer beloofd dat hij in ieder geval voor het kerstreces er ligt. Oh, oké. Niet voor Sinterklaas, maar voor het kerstreces. Nou, het zou prachtig zijn als ik hem nog net voor Sinterklaas zou kunnen lanceren. Ja, we rekenen erop dat hij in onze schoen zou komen. Oké. Nou ja, dan moet je je schoen wat langer laten staan. Oppakken. Ja, precies, ja. Meneer Cohen, maar dat is zo, hè, dat is ook voor die participatiewet, die gaat dus binnenkort in de Kamer. Maar je merkt ook vandaag toch af en toe toch dat gevoel van onzekerheid. Ja. Kunt u zich dat voorstellen? Nou ja, kijk, wat ik hoor over dat werkbedrijf. Het feit dat daar een heleboel niet van duidelijk is, bevalt mij in die zin wel dat ik denk dat dat in die 35 regio's allemaal anders zal gaan. En ik hoop ook dat die ruimte er is en dat het op die manier ook zal gaan. Er zijn een paar vaste punten in. Gemeenten hebben het voortouw, werkgevers zitten, die zijn er een belangrijke rolspeler die erin, want dat zijn tenslotte degenen die moeten gaan zorgen voor die banen en waar vervolgens alle andere partners hun uiterste best moeten gaan doen om die werkgevers te verleiden om dat te gaan doen, om het zo mogelijk te maken om daarbij te helpen. En ik denk dat dat de rol is en die rol die zal in Noord-Groningen totaal anders zijn dan rond Schiphol of in Den Haag of in Rotterdam of in Brabant. Ja, maar dat geeft, hè, die ruimte geven, dat sluit ook een beetje aan bij het verhaal van René Paas vanochtend, is toch het zoeken naar dat vertrouwen. De ruimte bieden dat je dus als Rijk uiteindelijk de mogelijkheid biedt aan gemeenten om het echt in te vullen. Het is een terugkerend thema vandaag. Het decentraliseren begint met de gedachte dat het verstandig is om een taak aan gemeenten te geven. Als je dat niet vindt, dan moet je er gewoon niet aan beginnen. Dan moet je zeggen, we gaan het op een andere manier regelen, we doen het centraal, want wij kunnen het beter. Het regeerakkoord staat vol met voornemens om vanwege de kracht van gemeenten te gaan decentraliseren. Dat schept ook wel een paar verplichtingen. Want dan moeten we dus ook bewijzen dat onze inwoners beter af zijn bij ons dan bij de instellingen waar ze tot dan toe door werden geholpen. Dus ik vind ook wel dat als gemeenten taken hebben en hopelijk met maximale vrijheid, als ik ergens benauwd voor ben, dan is het centraal dicht regelen van dingen die werden verkocht als decentraliseren. Maar als gemeenten die taak één keer hebben, dan vind ik dat het ons ook verplicht om heel transparant te zijn. En kijk, en dit hebben we op de specifiek Achterhoekse of Oost-Groningse manier georganiseerd. Maar dit zijn de prestaties die we hebben neergezet. Okay. Maar met die hele duidelijke voorwaarden, dus, staatssecretaris, kan je decentraliseren met een handrem aan? Nou ja, dat hangt er vanaf hoe je die handrem voor je ziet. Nou, kijk, als iets wat remt en waarbij je dus niet volledig decentraliseert en dus niet het echt doorgeeft. Want dat zit natuurlijk een beetje in de voorwaarden die beide heren zeggen. Kijk, deze decentralisatie is misschien nog wel meer bijzonder dan alle decentralisaties in voorgaande decennia, omdat die zo waanzinnig breed is. En ik trek ongelooflijk nauw op, en Martin van Rijn en Ronald Plasterk is er natuurlijk ook bij betrokken, omdat ik oprecht vind dat als mensen naar hun gemeente toestappen, ze dat hele arsenaal eigenlijk in één vloeiende beweging zouden moeten kunnen bekomen. Ik kom zelf uit het lokaal bestuur en nou ja, ook omdat ik die beperking heb, weet ik dat mensen tot nu toe heel vaak langs al die vermaledijde loketten moeten. Dat is gewoon zo. En dat mensen heel vaak toch weer worden bevraagd op, goh, hoe zit u er vandaag bij en wat zullen we u vandaag eens doen toekomen? En wat zou het een groot goed zijn? En dat vind ik echt de filosofie van deze decentralisatie. En daarom zit ik hier vanmiddag ook zo graag, omdat alle mensen in de zaal daar natuurlijk zo meteen mee aan de slag moeten. Mm-hmm. De filosofie van deze decentralisatie is dat je zo dicht mogelijk bij de mensen alles geeft wat mensen nodig hebben om het leven te leven. En als je het leven wil leven, dan heb je ook een inkomensvoorziening nodig. En als dat enigszins kan, gebaseerd op werk. Gewoon ordentelijk werk. Ja, en dat is een groot goed. En het allermooiste zou dus zijn dat als mensen naar werk toegeleid worden en ze hebben iets nodig om daarbij te helpen, hè, dus een aangepast toilet of noem het maar, dat allemaal inderdaad vanuit die gemeente in één vloeiende beweging mee kan worden gegeven aan die man of die vrouw. Ja, maar toch is de zorg, want hè, ik denk dat dat beeld wat u schetst, dat veel mensen denken, dat zou inderdaad geweldig zijn. Maar je hoort vandaag eigenlijk in alle hoeken en kieren van de gesprekken voorbij komen dat het idee is dat het Rijk het nog niet helemaal loslaat. En dat dus uiteindelijk, en dat bedoel ik een beetje met die handrem, dat uiteindelijk als puntje bij paaltje komt, dan uiteindelijk zeg je, ja, maar die verantwoording gaat nog wel via die route.
Terwijl, wil je maximale vrijheid, wil je uiteindelijk de prestatie kunnen laten zien, dan moet je de maximale vrijheid misschien wel hebben, ja, om te kunnen handelen. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat we hier een oud wethouder aan tafel hebben zitten die dat heel goed weet. Ja. En die dat, maar die dat ook, denk ik, elke keer opnieuw moet bevechten in Den Haag. Want er hoeft maar op een gegeven moment iets ergens in het land mis te gaan. Of hop, ik herken dat. Dan roept de Tweede Kamer, ja maar staatssecretaris, dat gaat niet goed. Wat ga je daaraan doen? En het antwoord moet wezen, niks, want we wouden toch decentraliseren. Ja, het antwoord is dan, ik ga die gemeenteraad bellen of daar een brief aan schrijven. Want we zitten in een gedecentraliseerde eenheidsstaat en die gemeenteraad moet er bovenop. Nou, ik zou het nog mooier vinden als je zegt, ik ga helemaal niks doen. Laat die gemeenteraad het zelf uitzoeken. Ja. Binnen de kaders. Ja. Maar dat was toch even, want in het de flinkheid in zo'n setting is altijd goed voor elkaar te krijgen. Dit is wel een soort flinkheid, want het is natuurlijk uiteindelijk, de dynamiek in de politiek is toch altijd uiteindelijk zo, als een minister naar de Kamer wordt geroepen, dan gaat hij. Ja, nee, maar tuurlijk, dat moet ook gaan. Ja. Dat vind ik het punt niet. En dan gaan er toch antwoorden worden gegeven. Nee, en het antwoord moet dan zijn van, wij willen toch decentraliseren? Ja. We hebben toch gezegd dat het beter is om te decentraliseren, omdat die problemen dicht bij de burger makkelijker te organiseren zijn. Dan moet je het nu niet omgekeerd willen. Mm-hmm. Dat moet dan het antwoord zijn. Maar dan moet daarnaast dus ook, kijk, ik spreek met de VNG en met Ivoza en met CEDES. En dat snap ik allemaal ook wel, maar die hebben natuurlijk ook nog wel zoiets van, nou, we vinden het wel fijn als je toch op jaarbasis even meekijkt. In de zin van, lukt het allemaal? En is er genoeg geld voor? En is het instrument van die wet ook echt het goede instrument? Ja, kijk, we staan er ook met z'n allen voor. Nee, dat, dus ik merk van de VNG uit ook wel dat men wel zoiets heeft van, nou, we willen best het diepe inspringen, maar het is wel fijn als er iemand toch ook... Ja, maar dat heet dan altijd deftig, hè? Dat dan de wetgever die is dan systeemverantwoordelijk. Ja. En dat ben je ook. Ja. En dus ik denk ook waar wij vooral voor pleiten, dat systeem, wat wij heel mooi vinden, dat idee van die participatiewet, dat je die drie groepen nou allemaal bij elkaar brengt, prima om dat te doen. En natuurlijk moet je daar ook een aantal voorwaarden aan stellen. Maar als je ze dan gesteld hebt, laat het dan over. Ja. En zorg en realiseer je dan dat het inderdaad in al die regio's verschillend zal gaan. Ja. Ja. Er is nog meer, hè? René Paas. De geschiedenis van de recente decentralisaties, WVG, WMO, wetwerk en bijstand, is dat er ook altijd een paar gemeenten zijn waar je net behoorlijk misgaat. Ja, zeker. En ik zou het geweldig vinden, en dat volgens mij is het ook een succesvol recept, als op zo'n moment, in ieder geval de staatssecretaris, van Kamerleden kun je nooit helemaal aan, maar in ieder geval de staatssecretaris met dit verleden, dan zegt, ja, misschien kost dat een wethouder de kop. Maar laat de gemeenteraad dat varkentje wassen, want die zijn gekozen door dezelfde kiezers als u. Ja, nou ja, goed, daar ben ik heel helder in. Er zit ook een andere kant aan dat rollenspel, hè? Want als we vragen om vertrouwen, dan moeten we ook een basis voor vertrouwen bieden. Ja. Dus we hebben een hem zo op van hoe je dan uiteindelijk ook dat vertrouwen en dat resultaat dan en te zorgen dan in dat jaarlijks meekijken dat er ook geen... niet te veel discussie over komt. Er zit toch nog één dingetje, want iets wat vandaag ook voorbij kwam. Vanochtend opende wethouder van Es. Misschien heeft u de krant al gelezen. Ze heeft iets verteld over de WBB-maatregel. Ja. En over de tegenprestatie, zoals onder andere via vrijwilligerswerk. Ja. Over iets, ik dacht eigenlijk dat het een grapje was, maar je kan je inzetten als lokale weerman. Zoiets. En dat is dan belangrijk als een vorm van tegenprestatie. Daarvan werd gezegd, dit soort dingen, dat is nou precies wat dus voor sommige mensen de zorg voedt. Dat vanuit het Rijk, en in dit geval echt direct vanuit u, toch op het terrein van die gemeente wordt gekomen. We hebben vandaag Albert-Jan Kruijter gehad. Die gaf een aantal citaten aan. En er was eentje was geloof ik, je mag niet met een bivakmuts op solliciteren. Nou, dat hebben we gelijk geaccepteerd. Maar er was ook nog, zat ook nog een zinsnede in dat u eigenlijk, ik kan hem niet meer precies vertalen, maar het kwam er eigenlijk op neer dat u op allerlei manieren probeert te ontmoedigen om ambtenaren op lokaal niveau zelfstandig te laten denken. Bij sancties was dat. Ja. Het zijn dat soort symptomen waardoor mensen wat onrustig worden natuurlijk. Waar ze zeggen, van, ja, ook deze staatssecretaris, hoe vriendelijk ze ook aan tafel zit, als puntje bij paaltje komt, probeert ze toch nog af en toe op dat terrein te komen waar eigenlijk moeten zeggen, nee, dat is nou aan die gemeente. Kunt u zich dat voorstellen? Ja, dat kan ik me op zichzelf wel voorstellen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook goed dat als je een wet maakt, hè, en een wet is een instrument waar we allemaal mee uit de voeten moeten, dat als je een wet maakt, dat je dan ook kijkt wat je daar nou precies voor nodig hebt. En ik heb gemerkt, en ook overigens gehoord vanuit wethouders wederom, dat het prettig is om die wet dan ook zo in te richten dat iedereen weet waar die aan toe is. Mm-hmm.
Ik zat vorige week vrijdag bij een grote oploop met allemaal wethouders rondom de fraudebestrijding. En die wethouders zijn daar op zichzelf kritisch over. Maar die zeggen wel, nou ja, als helder is voor mensen waar ze zich aan te houden hebben, dan merken wij dat we de wet als zodanig ook beter kunnen uitvoeren. Er zijn wethouders geweest die hebben mij gezegd, kijk, die 4 weken maatregel, je kunt ervan zeggen wat je wilt, maar voor jonge mensen werkt die goed uit. Dus wat mij betreft mag die in de wet, zeggen wethouders dan. Nou, dus ik probeer ook altijd. Je zou ook kunnen zeggen, van, nou, het werkt goed uit, dus nou, doe maar. Ja. Hoeft niet per se in de wet. Ja, of je zou ook kunnen zeggen, van, nou, het is juist die wethouders. Want dit is ook bijvoorbeeld in dit geval de wethouder van Amsterdam. En er waren meer mensen vandaag ook, waren ook wethouders bij zich. Ja, dat soort dingen hoeven er eigenlijk niet in te staan. Wij proberen dat lokaal, begrijpen we dit wel, en proberen dit goed in te vullen. Laat maar aan ons. Ja, nou ja, dat is dan iets. En daar ga ik ook gewoon voor staan, dat het even heel helder zijn. Ja. Wat ik belangrijk vind om eenduidig aan Nederland te presenteren. En want als we met z'n allen zeggen, en je kunt er van alles van vinden, maar ik spreek voor mezelf. Nee, ja. Als we met z'n allen zeggen, het is helemaal niet verkeerd om iets te doen voor de samenleving, iets te blijven doen als je even op non-actief staat, en dat gebeurt als je in een uitkering zit, dan kun je zeggen, dat kan iedere wethouder, iedere gemeente, iedere gemeenteraad zelf verordeneren. Maar je kunt ook zeggen, dat doen we gewoon eenduidig voor heel Nederland. Nou ja, dat is de kwestie. Ja, ja. Nee, dat is precies uiteengezet. Mag ik dan de kwestie van het andere gezichtspunt belichten? Ja, zeker. Dat is waar dit soort tafels voor zijn. Ja, zeker. We vergeten gewoon even, er zitten nog wat mensen bij. Als je decentraliseert, dan vraagt dat vertrouwen. En dan doe je dat vanuit de gedachte dat gemeenten op hun taak berekend zijn. En het kan best zijn dat je erop stuit dat gemeenten bepaalde bevoegdheden zouden moeten hebben om hun taak nog beter te vervullen. Maar wat er in mijn hoofd niet past, is dat je zegt, we denken dat gemeenten op hun taak berekend zijn en dat die het goed kunnen. En om te voorkomen dat ze zelf gaan nadenken, leggen we aan vakmensen, want het zijn vakmensen die sancties opleggen en die doen dat al sinds jaar en dag, leggen we aan op dat als je bepaald gedrag vertoont, dat je dan standaard de vaste sanctie krijgt. Dus een blinde sanctiemachine. Dat doet geen recht aan vakmanschap, dat doet ook geen recht aan decentralisatie. Als je praat over de... Ja, klap maar ik heb er nog één. Sprak hij dreigend. Ja, mijn probleem is dat ik er dan altijd weer bij ga lachen. Maar het is wel ernstig als je praat over de tegenprestatie. Er is niemand. Niemand in deze zaal die tegenprestaties is. Zelfs mensen die je in het begin een zetje hebt gegeven, vinden het dan vaak heel goed dat ze iets terug doen voor hun uitkering. Dus dat doen we al sinds jaar en dag. In het kader van reïntegratie en wat niet al. Prima als mensen actief worden. Maar als je zegt, elke gemeente moet regelen dat die aan iedereen in zijn bestand die tegenprestatie vraagt, ook mensen die misschien heel snel aan het werk zijn, ja, daar sla je door. Dan vertrouw je opnieuw de decentralisatie niet, dus je eigen gereedschap niet, dan vertrouw je gemeente niet. En iedereen datzelfde regime aan doen, is idioot. Ja. Nou ja, kijk, ik ben blij dat we hetzelfde over denken. Ja. Nee, want kijk, ik heb net uitgelegd. Ja. Ja, daar ga ik dan wel voor staan. Kijk, ik heb net uitgelegd dat voor de mensen die in dit geval in de bijstand zitten, het ook gewoon helder moet zijn wat er van hen gevraagd wordt. En jij hebt ook een punt als je zegt, dat kunnen we in de gemeente heel goed helder maken. Maar ik merk dat het voor mensen eigenlijk niet onplezierig is, om het maar op zijn Gronings uit te drukken, dat ze van meet af aan weten wat er van hen gevergd kan worden. En ook wat er gebeurt als ze dingen gewoon niet... Maar je vraagt van de mensen in deze zaal dat ze gaan handhaven op dit terrein. Het Rijk boekt zelfs winst al in het regeerakkoord, van dit gaat ons 75 miljoen opleveren, dit totaalpakket. Wat ik zie is mensen die zich het homperschompers werken, omdat het hartstikke druk wordt bij de ingang. Er zijn gemeenten die voorschotten geven, met alle narigheid die daaraan vastzit, en die elke zaterdagochtend al heel hard werken om bij te fietsen. Van die mensen vraag je deze extra activiteiten, waar ze zelf het nut niet van inzien. En waar ook het maatschappelijk nut van is te betwijfelen. En je vraagt ook van hen om in feite de decentralisatie en alle doelen kapot te maken. Sociale diensten zijn er om mensen aan werk te helpen. En het zou, denk ik, helpen als de landelijke politiek ook zou zeggen, daar ligt onze prioriteit en niet in toegevoegde bureaucratie. Oké, punt.
Mevrouw Kleinsma, ik heb er geen enkele twijfel over dat u niet van mening gaat veranderen hier aan deze tafel. Nee. Dus dit punt is volgens mij duidelijk gemaakt. En u zegt waar u voor staat. En daar houdt het zo even bij. Ik wil even naar de heer Cohen. Want we hebben ook nog het punt natuurlijk. En dat is het laatste wat ik helaas nu aan deze tafel kan bespreken. Maar is toch die tegenprestatie, of in ieder geval het bewijs van het vertrouwen. Want er gaat nogal wat gebeuren. En er gaat nogal wat richting die SW-bedrijven of werkbedrijven. Er gaat uiteindelijk, wat ze net ook in de sessie zeggen, hoe goed wordt die verbinding met die werkgevers gelegd? Hoe gaan we zorgen dat dit hele proces goed verloopt? Hoe heeft u als voorzitter het vertrouwen dat uiteindelijk het vertrouwen van het Rijk niet beschaamd geworden? Dat was een lastige zin. Nou ja, wat ik merk, dat is dat binnen die werkbedrijven, dat daar zo ontzettend veel creativiteit zit. En precies op het terrein wat zo belangrijk wordt. Hoe krijg je mensen aan het werk? En juist mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is net wat Jetta ook zegt. Voor een aantal mensen moet je banen die er wel zijn, zijn niet zoals ze er liggen geschikt voor je. Maar als je nou eens even gaat zoeken hoe je dat beter kan inrichten, hoe je het even een beetje anders kan doen, of hoe je met een mix van mensen iets kan gaan organiseren. En als je daar tegelijkertijd dan ook nog begeleiding bij geeft, want ik denk dat dat in heel veel gevallen nodig is. Ik denk dat werkgevers dan eigenlijk ook met veel liefde zullen zeggen, dat wil ik wel doen. Ja. Als ik er geen glazen van heb, als ik weet dat het goed georganiseerd wordt, als het ook niet duurder wordt, dat hoort er eerlijk gezegd ook bij, niet duurder wordt dan het anders zou zijn, dan kunnen we dat doen. En wat ik merk is dat die werkbedrijven daar, en natuurlijk, sommigen zijn er weer beter in dan anderen, dat die daar verdomd goed in zijn. Ja. En daarom denk ik ook, en je ziet ook nu al hoor, dat in heel veel gemeentes zie je al dat de samenwerking tussen de sociale diensten en die werkbedrijven, die natuurlijk nog veel verder moet groeien, die groeit al. En je ziet hoe mensen daar van elkaar leren en elkaars creativiteit daarin gebruiken. Ik denk dat daar heel veel mogelijkheden en kansen liggen. En op die manier, als we dat nou samenbrengen in die werkbedrijven, als we dat nou een beetje losjes organiseren, hè, met werkgevers daar gewoon bij zitten, dat die denken van we kunnen daar wat. Hè, en dat we daar met die werkbedrijven, en ik denk dat dat ook belangrijk is, en ik denk dat wij daar vanuit Cederis ook een rol in kunnen spelen. Hoe kan je nou wel weer ook een zekere uniformiteit wel daarin organiseren? Want op dat punt, daar gelaten of ik het nou wel of niet eens ben met wat jij daar voorstelt over hoe je dat gaat doen. Dat er in Nederland zoiets is van ja, maar in de ene gemeente is het zus en in de andere gemeente is het zo. En dat moeilijk te begrijpen is, dat begrijp ik wel. Dus dat we op een aantal dingen dus ook op een hoger niveau, bijvoorbeeld op dat regionale niveau, het op een vergelijkbare manier moeten gaan doen. He, bijvoorbeeld als het gaat over de vraag van hoe organiseer je nou die loonkostensubsidie? Wie krijgt het en hoeveel krijgt hij daarvan? Ja. Maak daar een paar simpele regels voor die per regio gelden, misschien landelijk. Maar laat het dan verder weer over. Ja. Dat is overigens waar clubs als de onze voor zijn. Hè? Ja. He, wij zitten daarop, zal ik maar zeggen. Wij hebben een traditie van decennia waarin we het besmettingsgevaar van goede recepten, handreikingen, ideeën zo groot mogelijk maken. En die handreikingen en alle recepten, dat is roofgoed in onze winkel. Dus dat harmoniseert vanzelf. Nog, kijk, tot slot. Ik heb besloten om die FOSA en ook de VNG natuurlijk ook te vragen om modellen te bouwen, zodat alle gemeenten daar gebruik van kunnen maken. Aan het eind van de rit zijn gemeenten natuurlijk altijd vrij om zelf te bepalen hoe of wat. Maar ik zou ze wel oproepen om die modellen echt te benutten. Want ja, waarom zou je nou 408 wielen uitvinden? Ja. Nog één ding, Ruben, moet me toch even van het hart. Ja. Kijk, wat geweldig is natuurlijk dat er überhaupt plekken komen voor deze mensen. Dat de expertise vanuit de sociale werkbedrijven, want die zijn er hartstikke goed in het begeleiden van deze mensen, dat die expertise gewoon overeind blijft. En dat jouw achterban, dus de medewerkers van alle sociale diensten, hun expertise weer inzetten om ervoor te zorgen dat die dwarsverbanden hartstikke goed gesmeed worden. En als dan daarbij ook nog het UWV kan aanhaken, is het helemaal mooi. En als dan daarbij ook nog de werknemers gewoon hun partij mee kunnen blazen, dan hebben we volgens mij gewoon de hele handel goed op een rijtje. Dat is alles, hè? Ja. Dan hebben we, als we dit rijtje, als we het zo doen, dan komt het helemaal goed. Dames en heren, mag ik alle drie heel erg veel danken. En ook heel veel dank voor in ieder geval nog deze toelichting. Want het helpt toch weer een beetje aan het eind van zo'n dag hier en daar weer wat extra licht te schijnen. Ja. Het zal soms nog best een beetje onzeker blijven. Maar aan de andere kant hoorde ik ook de geruststellende woorden van u. Zeg van ja,
Maar aan de andere kant, we zijn ook gewoon een beetje bezig al. We doen het al, dus dat komt wel goed. U wil nog wat gaan zeggen, maar dat gaan we niet doen. Dames en heren. Maar groot applaus, Jobke Hen, Jette Kleins van René Paas. Dank u wel.